Ik ben Renate Koers, 33 jaar en ik werk als communicatieadviseur bij het Helen Dowling Instituut. Het Helen Dowling Instituut biedt psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten. Dus dat betekent dat wij hun helpen de ziekte emotioneel te verwerken. Dat kan zijn dat mensen net te horen hebben gekregen dat ze kanker hebben en waardoor ze totaal uit balans zijn. Maar het kan ook zijn dat mensen al te horen hebben gekregen dat ze weer beter zijn, maar heel bang zijn dat de kanker bijvoorbeeld weer terugkomt. Nou ja, je kan met allerlei heftige gevoelens te maken krijgen, zoals angst, stress, depressie, vermoeidheid is een heel veel voorkomende klacht. En daarvoor kunnen ze terecht bij het Helen Dowling Instituut. Wij werken vanuit 3 vestigingen in Bilthoven, Groesbeek en in Arnhem. En daar bieden wij individuele therapie aan, maar ook groepstherapie, relatietherapie. En we hebben ook een internettherapie, minder moe bij kanker. En daarmee hebben we landelijk bereik, want dat kan iedereen thuis van achter zijn computer volgen. Wij vinden het belangrijk dat mensen die behoefte hebben aan psychologische zorg bij kanker, dat ze die krijgen. En we weten uit onderzoek dat 1 op de 3 mensen met kanker behoefte heeft aan psychologische ondersteuning. We weten ook dat nog heel veel mensen niet op de hoogte zijn dat deze zorg er is. En dat het Helen Dowling Instituut bijvoorbeeld bestaat. Dus daar zijn we nu ook heel hard mee bezig. Net als alle organisaties hebben wij te maken met drukwerk. Drukwerk richting onze cliënten. Brieven die de deur uit moeten. En zo zijn wij in aanraking gekomen met Xtendit. Los van dat het hele leuke mensen zijn om mee samen te werken, denken ze ook echt verder mee. Ze leveren drukwerk, sponsoren de kopiëremachines. Maar ze hebben ook een promotiefilmpje voor ons gemaakt om onze internettherapie breder onder de aandacht te brengen. En ze zijn ook aan het meedenken voor het leveren van een bijdrage aan fondsenwerving en activiteiten. Dus dat waarderen we heel erg.